Fiets, step, achterop bij papa. Wel of geen helm, soms zelfs in de auto, maar dat is niet zo heel erg vaak. Maar wel mobiliteitskeuzes. Iedere dag maakt mijn manneke van 3,5 ze weer opnieuw voordat hij de deur uitgaat. Ik vind dat iedereen dagelijks moet kunnen kiezen voor veilig en slim vervoer dat past bij de agenda van de dag. Dat betekent wel dat we als provincie moeten investeren en werken aan de infra. Dat is mijn opdracht en daar mag u mij iedere dag op aanspreken. We leven in een maatschappij waarin transities en veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen. Die raken de Brabanders. De provincie speelt erin een rol en moet zorgen voor voldoende draagvlak voor de besluiten die nodig zijn. Daar gaan wij deze periode op focussen, op een verstandige en realistische manier. Dat gaat u zien op alle beleidsterreinen, maar voor mij persoonlijk vooral bij energie. Draagvlak is juist daar cruciaal. Heel veel Brabanders wachten op een woning omdat zij geen passende plek kunnen vinden om te wonen. De ruimte is schaars en veel groepen doen er een beroep op. Daarom gaan we ons samen met gemeenten inspannen om op de goede plekken de juiste huizen te bouwen. Binnen bestaande locaties in dorpen en steden, maar ook op nieuwe plekken als dat kan en moet. Voor gezinnen, alleenstaande, starters, ouderen, expats. Er is werk te doen, dus ik ga graag aan de slag. Door de coronacrisis hebben we straks een nieuwe realiteit waarvan niemand nog weet hoe die eruit ziet. Kunnen we nog naar een museum, de Schouwburg, of kunnen we nog gaan sporten? Maar Brabant is zich al wel volop aan het voorbereiden op die nieuwe situatie. We zijn creatief, innovatief en ondernemend. Dat hebben we nodig, want we moeten nadenken over onze nieuwe toekomstige provinciale rol. Zodat wij ervoor kunnen zorgen dat de Brabanders ook in de toekomst nog kunnen genieten van al het moois dat Brabant aan ons te bieden heeft. Dat is waar ik voor ga. Als zoon van een ondernemer ken ik het belang van een stip op de horizon. Tegelijkertijd is de dag van vandaag ook belangrijk. We hebben nu te maken met de coronacrisis en we werken als provincie elke dag keihard om de gevolgen hiervan te beperken. Wat we nu doen, gebruiken we ook voor het realiseren van grote maatschappelijke transities en opgaven. En voor het ontwikkelen van competenties en vaardigheden die onze talenten in de toekomst nodig hebben. Zo blijven we een innovatieve topregio en dat is belangrijk voor de welvaart en het welzijn van Brabanders. Dat is mijn topprioriteit. We hebben tegenwoordig te maken met zowel extreme droogte als forse wateroverlast. Daardoor krijgen we bosbranden, maar ook aardappeloogsten die verdrinken. Dat zijn extreme situaties. Ons systeem is ontworpen om water snel af te voeren. Dus gaan we werken aan een systeem dat een oplossing biedt voor de situatie zoals die nu is en kan inspelen op actualiteit. Dat kan alleen maar door alle beleidsterreinen en aan alle partijen aan te haken. Daar sta ik voor. Landbouw en natuur zijn van levensbelang voor een goed en gezond leven in de stad en op het platteland. Landbouw en natuur zijn bondgenoten, geen tegenstanders. Daarom werken we aan een goede toekomst voor beide, landbouw en natuur. Voedsel produceren moet duurzaam. Dan kunnen onze kleinkinderen er ook nog van genieten. Dat kunnen we niet alleen. Van zaad tot boer, tot zuivel en friet, van robotbouwer tot bank, van boomteler tot boswachter. Samen. Vernieuwend, ondernemend en realistisch. Daar sta ik voor.